Beste donateurs, ik heet u graag van harte welkom bij deze online lezing die wordt verzorgd door Sigrid Ivo, bevlogen directeur van het Stadsmuseum Almelo en naast haar werk ook samen met anderen druk in de weer om dit kleine, bijzondere, gecertificeerde museum te behouden voor Almelo. Doordat de gemeente Almelo de subsidie ernstig heeft gekort, wordt het voortbestaan van het museum bedreigd en dat onredelijke besluit van de gemeente Almelo, van de gemeenteraad van Almelo, zou eigenlijk moeten worden teruggedraaid. Na steeds online bezig zijn op verschillende momenten, blijft het toch raar dat het echte contact niet goed van de grond komt. Het staat onder druk. Laten we hopen dat in de tweede helft van dit jaar we weer live bijeenkomsten kunnen organiseren. En als dat gaat lukken, dan zijn we een heel stuk verder. Deze online bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt, door een hele goede samenwerking met A-Visie, waarvoor onze dank. Afhankelijk nog van de wijze waarop het nu gaat, bekijken we of we in de maand mei nog een follow-up aan deze online lezing kunnen gaan geven. En uiteraard wordt u hierover tijdig geïnformeerd via www.historischekringalmelo.nl. En in dat verband zou ik nog een vraag aan alle aanwezige donateurs bij deze lezing. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw e-mailadres aan te willen leveren, zodat we u makkelijker digitaal kunnen bereiken? En u kunt dat toesturen aan bestuur@historischekringalmelo.nl. Ik wens u allen een hele bijzondere lezing toe over het Stadsmuseum door Sigrid Ivo, directeur. Dank u wel. Welkom in het Stadsmuseum Almelo. Ja, we hebben een hele brede collectie van schilderijen. We zitten natuurlijk in een historisch pand, hè, het oudste pand van Almelo, het rechtershuis en het Heidapand en de Latijnse school. Maar we hebben dus een hele brede collectie, ik denk zelfs rond de 10.000, 15.000 objecten van schilderijen, textiel uiteraard natuurlijk. We hebben het natuurlijk ook over het Almelo als rechtbank. Nou, heel veel andere verrassingen, maar dat ga ik vooral in het depot laten zien. Want wat ik jullie ga vertellen is iets over wat is de stand van zaken nu van het Stadsmuseum. Waar willen we naartoe? Hè? Wat is onze droom voor de toekomst? En ja, hoe maak je eigenlijk een tentoonstelling? Want ja, als je kijkt naar de definitie van een museum, dan is het dat je het erfgoed beheert, maar je laat het ook zien, je presenteert het ook. En we gaan ook even een preview even kijken in het depot. En daar heb ik wat mooie dingen voor jullie klaargelegd. Maar waar ik eigenlijk mee wil beginnen, want we hebben inderdaad een hele brede collectie, maar we hebben ook veel foto's, prentkaarten, dat soort dingen. En al jaren is een project van het Stadsmuseum samen met de Historische Kring, is om heel veel over Almelo op de kaart te zetten. En daar hebben we inderdaad een computersysteem voor. En dat heet ook Almelo Erfgoed op de kaart. En dat kunt u gewoon thuis ook inloggen en allerlei dingen bekijken. U kunt bijvoorbeeld inderdaad, wilt u iets mee weten over de agrarische erfgoed of over de industrie in Almelo. He, alle bedrijven die er zijn geweest, de heilige huisjes in Almelo, sport en spel of een oude kaart van vroeger bekijken. Hoe zag Almelo nou eigenlijk uit in de 17e eeuw, in de 18e eeuw? Nou, het staat er allemaal in en dit is al een project wat al jarenlang door vrijwilligers, zowel door het HIP als door het Stadsmuseum, wordt gerund. En iedere week komen eigenlijk weer steeds nieuwe dingen, in foto's, informatie erbij. Een in ieder geval een behoorlijk stuk van de geschiedenis van Almelo staat dus inderdaad hier mooi op in dit systeem inderdaad. En dat kunt u ook thuis googlen.
www.almeloerfgoedopdekaart.nl. En dan kunt u echt alles bekijken, foto's en weet ik wat allemaal. Het is echt enorm leuk. En nou, dan ziet u hoe veelzijdig Almelo als stad is. En ik neem u mee naar de vaste presentatie in het museum. Maar daarvoor moeten we naar een ander pand. Naar de Latijnse school en naar het rechtershuis. En dat is wel heel mooi. Dit zijn de oudste panden van Almelo. Dat is het rechtershuis en dat is de Latijnse school. En jongens, ja, toen gingen natuurlijk, ik praat dus uit de 18e eeuw, begin 19e eeuw. Jongens gingen toen, als ze naar de universiteit gingen, moesten ze Latijns natuurlijk leren. En dan gingen ze naar dit soort scholen en dan zaten ze ook intern. En ja, de meisjes was dat nog niet, hè? Die mochten dat nog niet. En dat is dan wel heel mooi inderdaad. Daar was dus de Latijnse school. En in dit gebouw woonde de hoofd van de school. En bovenin, daar zullen we straks ook naartoe gaan, want daar is het depot. Bovenin, daar zaten dan de kinderen op, hadden hun de bedsteden en de bedden. Ja, hier zijn we dan in het rechtershuis. Ja, we hebben diverse thema's die we behandelen. Uiteraard hebben we het over Almelo, de overstromingen. Ja, iedereen denkt overstromingen, maar Almelo had heel veel overstromingen vroeger, omdat het putje van Twente is. En, maar nu door de doorbraak, door de aanleg van de doorbraak, kan het water wat makkelijker weg. Dus dat soort dingen, overstromingen, hebben we niet meer. Maar ik vind eigenlijk, het begint hier ook met mijn favoriete schilderij. Ik vind het prachtig in dit schilderij dat je de haven ziet. En je ziet zo mooi die schoorstenen. Ik ben dol op die 19e eeuw waar de industrialisatie opkomt. En je ziet dus de schoorstenen en al die bedrijven die midden in de haven lagen. Dat zouden we nu helemaal niet meer kunnen voorstellen. Maar vroeger was dat dus heel normaal. Ja, ik ben nu anderhalf jaar hier directeur en toen ik hier kwam, toen waren het bezoekersaantal rond de 2.500 bezoekers. En als je het Stadsmuseum vergelijkt met andere musea in de regio of ook andere stadsmusea, zou je eigenlijk toch naar 10.000, 15.000 bezoekers moeten. En daarbij ben ik mee aan de slag gegaan. In eerste instantie hebben we de openingstijden verruimd, waardoor we inderdaad vorig jaar al in januari, februari veel meer bezoekers hebben gehad. Uiteraard, ja, door de corona zijn heel veel Nederlanders toch in Nederland gebleven. Daardoor hadden we al meer bezoekers. Maar eigenlijk, de grootste aantal kwam vorig jaar doordat we een hele nieuwe tentoonstelling hebben georganiseerd. En daar ga ik u zo naartoe nemen. Want vorig jaar hadden we met 4.000 bezoekers, dus echt een recordjaar. Ondanks dat we dus 3,5 maand dicht zijn geweest. En over die visie ga ik u zo verderop iets vertellen, de nieuwe visie die wij gaan inslaan als Stadsmuseum. Gaat u met mij mee? Ja, nou ja, een van de favorieten is wel de waaiers voor mij. Dit is echt, hier was ik echt zo verrast door. Kijk, zo'n Stadsmuseum, we hebben natuurlijk veel textiel, schilderijen van inderdaad Huis Almelo natuurlijk, van de textielbaronnen, porselein wat natuurlijk ook bij dat soort families hoort. Maar we hebben ook een prachtige collectie waaiers en die werd ons inderdaad geschonken door een dame waarvan haar man was handelsreiziger voor een van de textielfabrieken. En ja, dat is natuurlijk een accessoire wat eigenlijk nu helemaal verdwenen is. Je hebt vroeger de waaiertaal gehad. Je moet je voorstellen in de 18e, 19e eeuw was het belangrijk op zo'n bal dat je dan communiceerde met een man. Maar ja, dat moest allemaal toch een beetje heimelijk, want ja, als vrouw te openlijk zeggen dat je iemand leuk vindt, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dan hadden ze de waaiertaal. Als je dus een beetje, zeg maar, bijvoorbeeld de gesloten waaier aan je rechteroog hield, dan zei je eigenlijk, ik wil een afspraak met je maken. Of als je hem aan je hart hield, open, dan zei je van, hey, ik hou van je. Weet je, zo had je allemaal talen, stiekem zei je, of als je heel erg wapperde met de waaien, dan was je getrouwd, daarmee getrouwd. Nou, zo communiceerde je met de waaien. En wat we eigenlijk zien is dat de waaien eigenlijk in de 20e eeuw gewoon minder belangrijk wordt. Alhoewel, we krijgen nog een paar mooie voorbeelden straks in het depot
van reclamewaaiers. En we zien eigenlijk dat andere modeaccessoires, zoals schoenen en tassen, belangrijker worden in de 20e eeuw. Ja, Almelo is natuurlijk de textielstad, hè, van Nederland. En dat zien we natuurlijk ook hier mooi. Hè. Al in de vroege eeuwen, zeg maar tot begin 19e eeuw, stonden natuurlijk thuis bij mensen allemaal het weefgetouw. En mensen maakten dus zelf thuis textiel. En daar zagen natuurlijk al handelaren heel snel wel een business in. Die kwamen hier inderdaad al in de late 18e eeuw, 19e eeuw, kwamen dus de handelaar die dat textiel verhandelde. Maar dan later zien we dat de textielindustrie echt komt. En dan praat je dus na 1830. Waarom 1830? We zien dat Nederland en België, die gaan hun eigen weg. Hè, daarvoor was het natuurlijk één. En dan heeft Nederland opeens geen textielindustrie, want die zat in België. En dan zien we dat de Nederlandse maatschappij voor handel, die gaan dan een textielindustrie in Nederland opzetten. En Twente is dan natuurlijk het ideale gebied met de landbouwers die al gewend zijn om een textiel te maken. Er is hier water in Almelo, voldoende water voor de aan- en afvoer van grondstoffen. En er zijn dus de arbeiders. En er waren al heel wat fabrikanten, dus we zien dat hier inderdaad dan de textiel opkomt. Maar eigenlijk, textiel was eigenlijk heel lang een enorm kostbaar iets. En een pronkstuk is natuurlijk de linnenkast. Je uitzet, maar dit was toonbeeld van rijkdom. Als je de hele grote huizen, landhuizen bekijkt, dan kan je vaak zien in de inventarissen, aan de hand van de hoeveelheid damast, tafellakens, servetten ze hebben, hoe rijk dat huishouden was. Het was zo kostbaar en dan vaak verbleef ze natuurlijk in hun zomerhuizen een paar maanden. En dan moesten ze voor al die feesten die ze hadden en al die bezoeken die ze hadden, moesten altijd mooi de tafel gedekt worden. Dus ze hadden vaak enorm veel linnen, want het kon ook niet zomaar gewassen worden. Want ja, dat moest dan gewassen worden en gebleekt worden. Was Almelo omstreken ook echt een gebied voor. Net zoals Haarlem in Nederland. Maar dat kostte zoveel tijd dat men juist altijd heel veel linnen in huis had, was. Het was zelfs zo in die tijd, hè, dan praat ik echt wel uit de 17e, 18e, begin 19e eeuw. Als je verarmde, als adellijke of als toch welgestelde familie, dat hield dus in dat je minder textiel je kon permitteren. Je kon bijvoorbeeld naar een bal, kon je niet in de nieuwste jurk gaan, want dat kon je niet meer betalen. Dus wat gebeurde dan? Dan zijn menig mensen zijn dan geïmigreerd naar Nederlands-Indië, omdat ze niet wilden laten zien dat ze niet mee konden met hun tijd in mode, kleding en in het textiel. En, want ja, je moest het nieuwste van het nieuwste hebben. En dan, dat kon je niet tonen, dus dan verdoezelde je dat door te gaan emigreren. Ja, we hebben ook heel veel bodemfondsen en ook nog ons oudste object is deze munt. En dat is een zilveren muntje uit 1360 en van de heer van Almelo, dus uitermate zeldzaam inderdaad om zo'n oude munt te hebben. Kijk, en het is dit kleintje hoor, dit kleine zilver. Maar het leuke is, geld is natuurlijk altijd, munten zijn altijd in gebruik geweest. En ik heb er nog wat spullen ook uit het depot gehaald, inderdaad. Bijvoorbeeld een portemonneetje van vroeger. En dit was wel een typisch portemonneetje wat eigenlijk iedereen gebruikte. Zowel boeren als arbeiders, maar ook een graaf gebruikte dat ook. En dit noemen we een lange beurs of een herenbeurs. Het is later ook wel een kousenbeurs genoemd, omdat net zoals een kous gebreid en gehaakt wordt. En hoe werkt het nou? In het midden zit een gat en dan kan je aan de ene kant muntjes instoppen, sluit je dat met een ringetje, kan je de andere kant het openmaken en dan stop je hier wat andere muntjes in en kan je dan ook weer afsluiten. En dan kan je hem zo meenemen in je broekzak of over je riem hangen. En ik heb er nog wel een heel leuk verhaal over. Er kwam een keer een mevrouw en die zei, die kende het zelfs nog in de 30e jaren. En die zei, mijn moeder zei altijd, de ene kant is voor de dood en de nood en de andere kant voor de deugd en de vreugd. Dus het was een spaarpotje voor, nou ja, voor het geval je doodging. En in een ander geval voor gewoon een leuk dagje uit.
En dit is dan ook nog zo'n kleine, dit noemen ze een beurs en diable. Een beetje duivelsbeursje, want ja, die moest je heel ingewikkeld zo openmaken, maar wel heel leuk in vorm van een kannetje een beetje. Dus dit zijn dingen die mensen heel veel zelf maakten. En ik had inderdaad ook een keer iemand van adel en die vertelde mij dat dit kreeg je gewoon nog iedere week, ieder jaar van zijn vrouw, kreeg je een nieuwe. Want die maakte dat dan inderdaad. Hè? Want dat is natuurlijk heel makkelijk om een beursje te maken. Later krijgen we, zeg maar eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, krijgen we meer de leren portemonnees. En die zijn dan ook wat groter. In het binnenkant nog wel een heel klein binnenvakje voor de munten. Maar we zien dan dat het geld, het papiergeld opkomt. En dat dan dus inderdaad de portemonnees steeds groter worden. En het was eigenlijk zelfs nog tot na de Tweede Wereldoorlog dat de Nederlandse staat, als jij met een bankbiljet kwam, het moest inwisselen tegen munten. Dat was nog een verplichting. Tegenwoordig niet meer. Maar, want ja, dan, mensen hadden dan toch het idee dat het materiaalwaarde van zo'n muntje meer waard was dan een papiertje. Gaat u mee? We gaan naar de volgende ruimte. Ja, hier toch wel weer even zo'n schilderij van de haven inderdaad. En dan zie je toch wel inderdaad hoe donker, hè, al die pijpen, die industrie die er stond in de haven. Hè, Schelco, verderop natuurlijk Ten Katen, Palten. Maar je moet je eigenlijk voorstellen, we hebben nu over milieu steeds. Maar in die tijd was het water ook vaak vrij vervuild, omdat heel veel van de industrieën inderdaad loosten op het water. Er was vaak lawaaioverlast, want je moet je voorstellen, al die koetsjes enzovoort en die wagens die over die keien gaan hobbelen, bracht veel lawaai. Het water was dus ook niet zo lekker, dus qua drinkwater enzovoort was het ook best wel lastig voor mensen. Het stonk ook veel, omdat het water inderdaad veel materialen, grondstoffen werden geloosd op het water, dus afvalstoffen. Dus we denken altijd de mooie oude tijd, maar dat valt altijd wel een beetje tegen. En wat ik eigenlijk wel ook de link is, de textielindustrie kwam hier natuurlijk ook omdat hier de arbeiders zaten. En ik denk dan maar aan de goedkope handjes. Vele immigranten natuurlijk uit Drenthe, sorry. De turfwerkers, die vonden hier in de textielindustrie wat beter werk. Maar later zie je dan natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog de immigranten uit Italië, Turkije. En, maar eigenlijk zien we nu dat natuurlijk de textiel steeds meer verder verschoven is in de 70-80 jaren naar het Verre Oosten. En hebben eigenlijk hetzelfde verhaal, namelijk dat je ziet dat het goedkope handjes zijn die textiel maken. Hè? Denk aan Bangladesh, denk je aan India. En dus de link tussen Almelo 100 jaar geleden en nu Bangladesh, het Verre Oosten, die is eigenlijk wat dat betreft, zie je eenzelfde soort ontwikkeling. En dat willen we ook straks, we hebben straks een tentoonstelling over in het kader van het textielfestival, een tentoonstelling over de geschiedenis van textiel in Almelo. En dan gaan we het natuurlijk allemaal over de bedrijven hebben, hè, waar we onze trots van Almelo, namelijk Scholke, Hedeman, Ten Katen, je noemt het maar op. Maar we gaan ook de link met nu leggen. Met hoeveel gebruikt bijvoorbeeld textiel, hoeveel water gebruikt het. Bijvoorbeeld een jeans kost al 10.000 liter water. Een t-shirtje voor 50 euro. Hoeveel water kost het? Waar zit het werk in? Een t-shirtje 50 euro, is het arbeidsloon is 50 cent. Dus we gaan die ontwikkeling ook allemaal laten zien. Want iedere keer de context met het verleden en het heden, dat vinden we ook wel belangrijk. We zien hier verder inderdaad ook nog andere industrieën die nog bestaan. Ja, Ten Katen natuurlijk, daar gaan we het ook zeker natuurlijk. Ten Katen is een van de bedrijven die nu nog bestaan en die de slag hebben gemaakt naar modern textiel. Zoals gezegd, dat komt ook in de expositie. Maar we hebben natuurlijk ook andere bedrijven die hier zitten. Bolletje natuurlijk. En hier komen we bij een bedrijf, wat de firma Gast. En die liet ik straks ook al zien op het display, hè, allemaal op de kaart. En zij waren dus leerbewerkers in exotische leersoorten. Maar ze deden nog veel meer, want ze werkten ook in de textiel. En daar gaan we zo in het depot nog wat moois van zien. Ja,
we zijn hier bij de Barbie-expositie. Die loopt nog. Die hebben we verlengd, in ieder geval tot eind mei voorlopig. En ja, dit is van de grootste verzamelaar in de wereld. 18.000 Barbies heeft zij. Ze ziet zelf ook uit als een Barbie, die dame, die verzamelaar. Maar we hebben er 600 hier staan. En dit is eigenlijk een nieuwe weg die we nu aan het inslaan zijn als stadsmuseum. We zijn het enige museum in Almelo. En u heeft natuurlijk gehoord dat wij bezuinigd gaan worden. En ik denk, nou, dat vind ik wel heel erg triest, vind ik dat. Een stad als Almelo, met 70.000 inwoners, die nu 1 euro, iets meer dan 1 euro besteedt aan een museum. En dan daar eigenlijk nog op gaat bezuinigen. Dat is wel heel jammer, want kijk, ik ben natuurlijk een cultuurmens. Maar ik vind dat een stad als Almelo een mooi museum verdient. En een mooi museum waarin natuurlijk over de erfgoed van Almelo gesproken wordt. Hè? Dus mooie, prachtige presentatie. Maar ook waarin mensen naartoe kunnen gaan om te genieten van mooie dingen. Waar ze hun bezoek naartoe mee kunnen nemen. Waar bezoekers die de stad Almelo bezoeken overdag kunnen genieten. En iets leren over de geschiedenis van Almelo, maar ook kunnen genieten juist van prachtige exposities. En mijn droom is naar de toekomst meer ruimte. Misschien hier verbouwen of misschien zelfs naar een grotere locatie. Waarin we de vaste presentatie, de prachtige geschiedenis die Almelo heeft, wat meer eigentijdse, voor ook jongeren wat meer beleving kunnen overbrengen. Dat zou mooi zijn, hè, dat je dan als grootouders ja, je kinderen daar naartoe meeneemt, of als ouders, maar kinderen meer interactief hun geschiedenis leren kennen. Juist in een stad als Almelo, want in Almelo zijn er toch ook wel groepen, en misschien meer dan andere steden, waar die niet automatisch kennis maken met cultuur. En ik zou daarbij een grotere en een kleinere expositieruimte willen. Een grote om een nieuw soort tentoonstelling, zoals Barbie namelijk, tentoonstelling met een bovenregionale uitstraling, waarin mensen komen genieten, breed georiënteerd, maar wel zeer interessante tentoonstellingen. En soms is de linker wel met Almelo en Twente, maar soms ook niet. Barbie zou je misschien denken, er is geen link, maar ja, de grootste importeur en exporteur van speelgoed zit al 110 jaar in Almelo, Otto Simon. Dus in zoverre is er wel een link. En we zien het, hè, Barbie. Mensen komen echt uit heel Nederland voor deze expositie. Daarnaast een wat kleinere expositieruimte nog erbij, waarin we tentoonstellingen doen die meer lokaal zijn inderdaad, over bijvoorbeeld 600 jaar stadsrechten of een kunstenaar die we uitnodigen om een solo-expositie te hebben. We werken met het Noordic. Die laten hun, de Noordic, de scholengemeenschap, de examenleerlingen die kunst in hun vak hebben, laten hun examenwerk zien. Dus die combinatie zou ik willen zien. Daarbij een mooie educatieruimte, waarin we eigenlijk alle lagere scholen, klassen, alle klassen moeten een keer zijn geweest in het Stadsmuseum. Dat is ook iets wat de Rijksoverheid graag wil. Dat kinderen inderdaad in de lagere school 1 keer in een museum zijn geweest. En mooi zou het zijn als dus alle kinderen van Almelo een keer in het Stadsmuseum zijn geweest. En waarom is dan ook cultuur zo belangrijk? Omdat het de creativiteit stimuleert. Omdat het kinderen creativiteit, maar ook ze gaan nadenken. Het is hun DNA. Dat is zo belangrijk voor hun eigen ontwikkeling. Dus kinderen. Maar het is ook interessant als vestigingsklimaat. Iedere bezoeker die hier komt, die wil toch ook wel cultuur. Kijk, mensen, Almelo wil graag high-tech bedrijven aantrekken. Maar dan zul je dus ook moeten zorgen dat er overdag ook leuke dingen te ondernemen, interessante dingen te ondernemen zijn in Almelo. En we hebben natuurlijk heel veel theaters, bioscopen, maar dat is heel veel 's avonds. Het Van der Valk Theaterhotel zegt dat ook tegen mij. We zijn blij dat jullie er zijn, want dan kunnen mensen overdag ook ergens naartoe. Dus voor het vestigingsklimaat en ook economisch, want iedere bezoeker die hier komt, hij betaalt hier 6 euro entree, maar die levert 15 euro aan de stad. Want wat gaan mensen doen? Mensen gaan een kopje koffie drinken, mensen gaan lekker winkelen.
Dus zodoende is cultuur enorm belangrijk voor een stad. En eigenlijk heeft de stad Almelo met nu de 1 euro die ze per inwoner aan het Stadsmuseum geven, dus 79.000 euro, is eigenlijk een koopje. Want als je alle vergelijkbare musea ziet, zowel in de regio als in Nederland, krijgen 1,5 ton, 2 ton. En dan kan je ook meer slagen maken, want dan heb je inderdaad een conservator die zich met de collectiebeheer bezighoudt, met de tentoonstelling. Je hebt iemand die zich met de educatie bezighoudt. Dus eigenlijk heeft Almelo met de subsidie die ze nu geven, gewoon een koopje. Maar ja, wij zijn ambitieus. Wij hebben er zin in, als museum zijnde. Dus wij willen graag verder en daarom hebben we ook deze plannen inderdaad de gemeente verteld. En we hopen dat de Almelo's met ons in deze plannen meegaan. Want wij zien het zitten. Ja, nu gaan we natuurlijk naar het Valhalla van het museum, namelijk naar het depot. Ja, hier zitten we dan op eigenlijk de zolder van het rectorshuis. Dat was vroeger de ruimte waar de kinderen sliepen. En we hebben het heel lang gebruikt als speelzolder. Hè? Dus hier ontvangen we dan de klassen. Maar eigenlijk is het allemaal te klein. Hè? Vandaar dus dat we toch graag naar een grotere locatie willen. Waar we echt een grotere ruimte ook voor kinderen en educatie hebben. Maar we hebben nu hier uitgestald allerlei objecten voor de textieltentoonstelling die we vanaf de zomer hier in het Stadsmuseum hebben. En die tentoonstelling is in het kader van Textiel Festival Twente. Dat is een initiatief van een aantal musea in Twente, het Rijksmuseum, de Museumfabriek in Enschede, het Bussenmakershuis en nog meer musea, Palterhuis. Maar ook inderdaad, dus het Stadsmuseum Almelo. En wij hadden het initiatief, of hebben het initiatief, om dus een textieljaar te organiseren. Daarvoor hebben we ook de Stichting Cultuur in Twente opgericht. En daarmee gaan we nog veel meer andere activiteiten organiseren. Want we vinden eigenlijk dat we Twente wat meer op de kaart moeten zetten. Of willen zetten. En daarmee ook onze musea en alle andere culturele organisaties. En vandaar, we beginnen nu met het thema textiel. En de activiteiten lopen eigenlijk het hele jaar door. We hebben vanuit de centrale organisatie allemaal activiteiten. Er komt bijvoorbeeld een belevingscabine waarin je kan beleven hoe het was om een textielfabriek te werken. Die gaat reizen door Twente, dus die komt ook in Almelo. Er komt een toneelstuk in Almelo over de spaghetti-rellen, dus over de Italianen die hier naartoe kwamen na de oorlog. Er komt een soort catwalk, dat zeg maar, daar komen allemaal textielinstallaties door heel Twente heen, gemaakt van door hedendaagse kunstenaars. En we gaan in Almelo apart nog allemaal eigen activiteiten organiseren. Zo gaan we mensen uitnodigen om in workshops kleding, textiel te maken van recyclede materialen, nieuwe soort materialen, dus duurzame materialen. En dan gaan we zelf een eigen catwalk door de stad organiseren. Waarin we dus die gemaakte kleding gaan presenteren en we gaan het ook later in allemaal winkeletalages presenteren. Dus er gebeuren allerlei activiteiten, daarvoor kunnen jullie ook de website zien, Textielfestival Twente. Maar wat we dus hier als Stadsmuseum gaan we een tentoonstelling organiseren over de geschiedenis uiteraard van de textielindustrie in Almelo. En je hebt natuurlijk de bedrijven, u kent ze allemaal, Tenkate, Bendien, Hegeman. Maar ja, wat het leuke is dat wij dus heel veel van die patroonboeken hebben van die bedrijven. Zoals hier van Tenkate. En dat is natuurlijk allemaal van hele zware boeken waar dan inderdaad de patronen in zaten. Hè, daar kon je kennis maken met deze. Is dus uit 1939. Moet je kijken hoe prachtig geweven dat is. Wat een schitterende kleuren. En dat konden dan mensen aan de hand van die boeken, konden mensen dan zien wat inderdaad door de fabriek werd gemaakt. En dan kon je dat bestellen. Zo hebben we heel veel van Scholco. Je kan het zo gek niet bedenken. En we hebben inderdaad de boeken daarvan. Maar ja, het is ook wel grappig dat je dan ook weer
opeens verrassingen tegenkomt, zoals hier een broderie stalenboek van de heer Egges uit Egge uit 1919-1926. En dan voorin, en dat is dan ook wel weer grappig, dat is erin geplakt door iemand, maar dan zit er een soort patroon van, dit gaat dan natuurlijk vooral over vitrage, maar dan heeft dus iemand als grapje een soort foto, een print ingeplakt van een dame die eigenlijk een soort, ook inderdaad, haar kleding is afgewerkt met een soort kant, eigenlijk waarschijnlijk dezelfde stof die daarvoor gebruikt is uit 1910. Maar eigenlijk het meest verrassende was eigenlijk wat we hier tegenkomen, en dit is wel heel bijzonder. Hier komen we namelijk weer terug op die firma Gast, waar ik het al over had. Voor iedereen bekend wel als leerlooien firma. Het bedrijf waarin exotische leersoorten werden gelooid. En die werden dan over heel de wereld, Europa, werden ze verhandeld door de firma Gast. Waar nu de Hagenborg staat, de appartementen, daar stond de firma Gast. En ze hebben zo rond 1917 tot in de 70, begin 70 jaren bestaan. Daarna kwamen natuurlijk beperkende maatregelen, omdat het ook verboden was exotische leersoorten te verhandelen. De CITEX kwam toen. Maar wat veel mensen, of misschien weet u het wel, maar ik wist het niet, dat ze ook textieldrukkerijen was en zijdedrukkerij. En dan vonden we dit juweeltje. Het is een stalen boek uit 1926 met prachtige op zijde en katoen gedrukte patronen. Dit is heel mooi, een beetje donker paars goud gedrukt erop. En de plaatjes ertussendoor laat duidelijk zien dat het dus voor tafellakens, dat soort dingen was. En dit is dus echt typisch de Art Deco-tijd in die tijd. Het is echt typisch Art Deco. Je ziet toch wel de patronen met goud, zilver, wat diepe warme kleuren, veel geometrisch georiënteerd. En er is één heel mooie van 1922, vinden we natuurlijk het graf van Tutankhamon. En ik ga hem even opzoeken. En dan zie je dus ook Egyptische motieven. En dit is dus zo bijzonder, want dit is on-Hollands. Dit werd niet. Misschien dat nog in Amsterdam een winkel dit had verhandeld. Maar eigenlijk is dit veel meer voor de Belgische of voor de Franse markt. Het is dus handgedrukt. Hè? Want de firma bestond eigenlijk al, Gast uit 1901. En heeft dus daarvoor was het een katoen- en zijdedrukkerij. En pas later zijn ze in de 20 jaren, toen eigenlijk dit minder werd, minder attractief, zijn ze overgegaan op het leren. En leer was vanaf de 20 jaar heel populair in schoenen en tassen. Want wat krijgen we in de 20 jaar? Dan gaat de rok omhoog, hè, die wordt wat korter. Dus wat krijg je dan? Dan komt er veel meer aandacht op de schoen. En door de emancipatie van de vrouw wordt de tas belangrijk. Dus je krijgt ook de nadruk op de tas. En hoe mooi is het om dan een tas van exotische leer te hebben. Dus je ziet dan dat de firma zich veel meer ziet in de, commercieel denk ik, in het leren. Maar dit is zo mooi, dit is echt een juweeltje. En ik heb het laten zien aan een verzamelaar van mode en textiel. En die zegt, dit is zo on-Hollands. En ik zal nog even dat motief laten zien van die, even kijken waar die zit. Hier. En dit in Almelo, hè? Maar ja, dat zien we wel vaak. En dat zullen we ook in die tentoonstelling zien. Dat Almelo toch heel erg internationaal georiënteerd was. Ook later met Bendien. Hè, dat is de grootste, een van de grootste confectiefabrieken in Nederland. En daar ga ik binnenkort. Dat is wel heel mooi. Ik heb een van de nazaten. Ben ik in gesprek met die. En daar ga ik binnenkort die ontmoeten. En dan hoop ik allerlei ins en outs van de firma Bendien te horen. En deze firma moet ik dus nog wel onderzoeken. Maar als u zelf iets meer ervan weet. Over juist die vroege periode van firma Gast. Dan als katoen- en zijdedrukkerij. Dan hoor ik het graag. En anders hebben wij nog een heel mooi stuk om te onderzoeken.
14 minuten. Kijk eens hier. Para kleurstof opzijde geverfd met een heel verhaal erbij, geëtst. 14 minuten lang. Dan drogen. Dit hebben we ook van de firma Gast gekregen. Dus, want ze zijn in 1973 gestopt. Sommigen zeggen dat ze naar Zuid-Afrika zijn gegaan, maar ik hoorde juist, want ze zijn later natuurlijk die exotische leersoorten gaan verhandelen. Zoals gezegd, omdat dat in de schoenen, in de accessoires, maar ook in interieurdingen vanuit de 20 jaren wordt dat heel populair, exotisch leer. He, zowel in hoesjes, in doosjes, in op necessaires, kistjes, maar ook als je een tafel, een dressing table hebt, zeg maar, een tafel, een klein bijzettafeltje, ook met rog bijvoorbeeld bekleed. Nou, dat wordt heel populair. Je krijgt ook dan, wat wij natuurlijk nu not met dan is, maar bijvoorbeeld ook paraplu bakken van olifanten voeten gemaakt enzovoort. Nou ja, daar hebben ze allemaal in gehandeld en gewerkt. Maar ja, dat was gewoon die tijd. En dan krijg je natuurlijk in begin 70 jaar die punt 1 is de tas heel anders geworden. Exotische diersoorten vinden we al helemaal niet meer boeiend. Het is de hippie tijd, dus we willen patchwork, we willen zwerden, maar geen exotische leersoort. Plus dan komen zowel vanuit de Afrikaanse landen beperkende maatregelen en de CITES, dus de in het algemeen internationale beperkende maatregelen, dat er niet zomaar gehandeld mag worden en exotische dieren. En ik weet dus niet waar ze, aan de ene kant hoor ik dat ze naar Zuid-Afrika zijn vertrokken, de firma, de familie Gast. Aan de andere kant hoor ik dat ze naar Amerika zijn verhuisd, in Florida, waar nog heel lang wel op exotische diersoorten werd gehandeld. Ja, en hier dan in het Valhalla van een museum, hè, het depot. Ja, alles staat vaak in een museum staan, of ligt het in zuurvrije dozen. Dat zal ik wat voorbeelden laten zien. En hier hebben we ook veel los op planken staan. Het grootste probleem is eigenlijk dat we toch wel ruimtegebrek hebben. Maar dit is ook weer een nieuw project wat ik wil gaan opstarten. Maar daar moeten we ook weer eens extra geld voor vinden. Want tegenwoordig werken we eigenlijk met het systeem van barcodes. Dus dan krijgt iedere plank een barcode. Ieder object krijgt een barcode. Want de vrijwilligers hebben al enorm veel ingeschreven. Dus wat dat betreft, in de computers is al heel veel geregistreerd. Maar eigenlijk zouden we opnieuw alles helemaal moeten nalopen. Kijken waar nog wat foto's, wat informatie mist. En dan meteen eigenlijk wat we in de museumwereld een standplaatsregistratie noemen. Hè, we hebben hier dan wel nummers aangegeven. En die zijn ook allemaal officieel inderdaad. Hè. Dit is plank rij E. 1, 2, 3, 4, 5. Zo gaat dat in de museumwereld. Maar tegenwoordig de nieuwste systemen is al dat je inderdaad daar een barcode aangeeft. En dat is eigenlijk de volgende stap die we gaan maken. Ja, en u ziet de veelzijdigheid van gereedschappen tot blikken, tot keukengerei, strijkbouten. En dan wil ik toch hier ook nog wel eentje, heb ik ook uit het depot gehaald, uit een doos. Kijk, dit is zo'n rijsstrijkboutje. Er gingen hier dan, ik neem aan dat zo deed je hem dan. En dan gingen hier, ik neem aan, iets van dit soort stokjes erin. Zwavelstokjes denk ik dat het zijn, ik weet niet precies. En dan werd op die manier dit gedeelte opgewarmd. En als het dus helemaal verdampt was, dan was dit lekker heet en dan kon je dus gaan strijken. Dus wat dat betreft, dit is echt een rijsstrijkbout, zoals ze dat noemen. Wat we hier ook hebben is, heb ik ook maar even uit het depot gehaald, een kist voor op reis waar inderdaad al je, voor de heren, je scheergerei in zit. Hè? Hier om het scheerscheep. Dit is een soort zeep, ook een zeep. Hier zit zelfs nog het origineel erin. Hier hebben we al een scheermes, gilet. Al een scheermes met plaatjes. Nou, dat is begin 19e eeuw. Inderdaad, want dan komt gilet, het scheermes op. Nou, helemaal compleet en alles zit erin. Hier nog even iets heel anders. Een grote schep, hè, voor water. Hè, waar we natuurlijk vroeger in de 17e, 18e eeuw
had je natuurlijk hier de bleekvelden in Almelo. De bleken, en die haalden dan het water eruit om inderdaad het textiel te natten, zodat het goed kon bleken. Dus daar hadden we een schep ervoor. Schilderij van Gorten. Want we hebben natuurlijk een hele grote schilderijencollectie inderdaad. En dit is wel een van onze meest waardevolle schilderijen. De aquarel van Gorten. En ik heb nog wat andere dingen. We hebben natuurlijk heel veel bodemvondsten ook. Ja, dat ligt eigenlijk allemaal in deze laadjes. En je ziet dat ze allemaal overvol zijn. Dus we moeten echt... Dat is echt een nieuw project wat we bezig mee aan de gang gaan. Inderdaad alles opnieuw gaan doorlopen, barcodes voorzien. En dat we dan ook gaan kijken hoe kunnen we het depot anders indelen. En het liefst dus naar een grotere locatie. Zodat je eigenlijk echt van die mooie kasten hebt met lades waar alles prachtig uit ligt. En dus op een andere manier. Want ja, een zolder is eigenlijk nooit ideaal. Omdat natuurlijk ook door de temperatuur. In de winter is het hier koud en in de zomer is het hier eigenlijk net iets te warm. Maar ja, het kan helaas niet anders. Want zoals gezegd, daarvoor krijg je gewoon te weinig financiën. Middelen. Maar ik heb nog wat andere juweeltjes uit het depot gehaald en toch nog wel wat verrassingen. Zoals die dame die dus ook inderdaad die hele waaiercollectie heeft gegeven. Zo heeft ze dus ook een hele enorme poederdoos cadeau gegeven. Dus zij ging duidelijk met haar man regelmatig op pad. Hij werkte dus bij een van de grote textielfabrieken hier in Almelo. Hij reisde heel veel en zij ging dan met hem mee en kocht dan dit soort allerlei poederdozen. En poeder werd heel veel gebruikt. Eigenlijk al vanaf de 17e eeuw of zelfs vroeger zie je dat het poeder wordt gebruikt. In vroege tijden met loodwit erin. Hadden mensen echt heel slechte huid. Men waste zich ook helemaal niet in die tijd. Praten we eigenlijk uit de 16e, 17e, 18e eeuw zo'n beetje. Men waste zich niet. Dus dan had men dat loodpoeder op zijn huid. En die huid was vaak inderdaad heel slecht. Men gebruikte in die tijd ook heel veel parfum. Waarom? Omdat men daarmee de stank wilde verbloemen. Want je moet je eigenlijk voorstellen, hygiëne. In de middeleeuwen ging men naar een badhuis. Maar ja, er waren ook heel veel. De pest was er bijvoorbeeld. En wat gebeurde dan? Dan dachten mensen dat men, doordat men naar een badhuis ging, of doordat men ging zich wassen, dat de huid open ging en dat men juist besmettelijk was voor ziektes. Maar dat is natuurlijk een verkeerde gedachte. En het duurde nog tot in de 19e eeuw, dat je inderdaad ziet dat we begrijpen hoe de hygiëne werkt. En dan krijg je Elisabeth Arden en dat soort cosmetica merken die dan met zeep gaan werken. En poeder wordt dan ook wel heel exclusief. Omdat mensen willen eigenlijk natuurlijk in de 19e en in het begin 20e eeuw nog witter uitzien. Hè? Ze willen eigenlijk dat de elite zag er wit uit. En donker was voor de werkende klasse, want die werkte op het land. En zodoende is poeder dan toch nog heel lang populair geweest om toch inderdaad je mooier te laten lijken. En een beetje roes mocht wel. Maar al die merken kwamen dus met prachtige dozen. En dit is allemaal zo begin 20e eeuw en voor 20 jaar. Wat ik hier ook mee heb gelegd zijn waaiers. Ik liet al heel wat beneden zien. De mooie voor het dagelijkse zijn gemaakt inderdaad van kant. Mooi met paramour. Maar begin 20e eeuw raakt de waaier uit de mode. Hij wordt niet meer gebruikt. We communiceren op een andere manier. Het bal wordt minder interessant om naartoe te gaan. Dus die neemt in belangstelling af. Maar we zien nog één opleving, namelijk de reclamewaaier. En de reclamewaaier toont eigenlijk ook een nieuwe tijd. Want het is een tijd waarin eigenlijk voor het eerst steeds meer mensen zich dingen kunnen permitteren. De middenklasse komt steeds meer op in de 19e eeuw. Confectie komt langzamerhand op. Je hebt warenhuizen als de Bijenkorf, als de Blokken. Dat soort firma's komen allemaal op. En die moeten reclame maken. Die moeten reclame maken om hun product. De concurrentie neemt toe. Door het opkomende industrialisatie neemt de concurrentie toe. Dat geldt ook voor de textielfabrieken. Steeds meer concurrentie onder elkaar. En hoe ga je dan onderscheiden? Door reclame te maken. Dus we zien dat posters opkomen, we zien dat reclamewaaiers opkomen. En dat is eigenlijk een gevolg van de opkomst van de soort begin van de massaproductie. En eigenlijk zien we het nog steeds, hè? Want tegenwoordig, ik had het al over, om toch even de link naar textiel te leggen. Vroeger was het de materialenkosten
die het zo duur maken. Arbeid was eigenlijk altijd een goedkoop onderdeel van textiel. Maar tegenwoordig, waardoor wordt de kostprijs bepaald? Door de reclame en de winst die vaak de winkels en de producenten opmaken. Maar marketing is een belangrijk onderdeel daarvan geworden. Hè, het merk, hoe kom ik over als merk? En daarvoor moet je goede reclame maken. En dat zien we eigenlijk in alle sectoren, zowel in de commerciële sector, maar ook in de museale wereld helaas. Zie je dat ook? Want als museum zijn, dan moet je steeds meer aan PR en marketing doen. De inhoudelijke kant wordt minder, nou, belangrijk wil ik niet zeggen, maar je ziet gewoon dat daar toch minder geld voor is en minder mensen opgezet worden. Daarbij, waar zit de groei ook in de museale wereld? Juist in de PR en de marketingkant. Grote musea, daar gaat het eigenlijk om hoeveel publiciteit krijg je. Van Gogh krijgt meer dan 2 miljoen free publicity. Toen ik nog in het Tassenmuseum werkte, in het begin hadden we €900.000 aan free publicity. Toen ik 10 jaar later wegging, zaten we al op 1,9 miljoen aan free publicity, dus artikelen. En die worden dan geteld als een soort reclame. En dat speelt steeds een belangrijke rol. En die hebben ook steeds meer afdelingen, dit soort afdelingen hebben steeds meer invloed over, ook op de soort tentoonstelling die je maakt. Het moet steeds meer een blockbuster worden. Meer bezoekers trekken. In zoverre gaan we een beetje meer de richting van Amerika op. Daarbij het verschil met Duitsland bijvoorbeeld, daar gaat het veel meer nog over de inhoud. Als je maar mooie tentoonstellingen maakt, dan is daar ook geld voor, veel voor meer. En Nederland zit er net even tussenin, want ja, Nederland is toch weer meer een koopliedenland wat dat betreft. Maar dit zijn toch allemaal prachtige verborgen juweeltjes, die eigenlijk daardoor een geschiedenis weergeven, waarmee je dus de link uit het verleden van namelijk een waaier die als belangrijke accessoire in de 17, 18, 19e eeuw langzamerhand verdwijnt als accessoire, maar dan toch nog even belangrijk wordt met een nieuw item, namelijk opkomende massaconsumptie en reclame en marketing. En een mooi tijdsbeeld daardoor geven. Ja, zoals gezegd, in de zomer gaan we de tentoonstelling doen over textiel. En hoe zet je nou zo'n tentoonstelling samen? Ja, je hebt een idee en dan ga je gewoon eens ook wat onderzoek doen. En wij zijn als Stadsmuseum gewoon heel blij dat we enorm veel vrijwilligers hebben die allemaal onderzoek kunnen gaan doen. Grote musea hebben natuurlijk een aparte conservator daarvoor. Maar ja, zijn we nog niet. En dan ga je eens even kijken, wat heb je nou zelf in de collectie? Nou, u heeft al een soort indruk gekregen inderdaad, hoeveel mooie boeken we hebben met patronen erin van de verschillende textielbedrijven. Ja, en het verschil dan toch weer met een groot museum. Kijk, wij hebben een budget van €4.000. Je moet je voorstellen, bij grote musea praat je vaak over tienduizenden, misschien zelfs tonnen die ze hebben om een tentoonstelling samen te zetten. Daar stellen ze dan ook vaak nog een ontwerper op die dan een soort design maakt. En eigenlijk bij de grote musea gaat het zo dat ze zelfs een plattegrond hebben van de vitrines. Dat ze met een ontwerpbureau werken en dat ze dan eigenlijk alle objecten, die zijn dan in de computer geregistreerd met de maten erbij. En dan wordt het eigenlijk al in de computer in de tentoonstelling in de vitrines neergezet. Zo werken eigenlijk grote musea. Maar ja, die hebben natuurlijk andere budgetten. En ook het lastige is dat je inderdaad voor een andere musea vaak, als je dan iets wil lenen, heel veel vragen dan ook best een behoorlijke fee voor, zeg maar, een bedrag. Hè. En je kan je dan ook wel voorstellen, hè, bijvoorbeeld zo'n tentoonstelling bijvoorbeeld die het Rijksmuseum doet, dat daar gewoon al in tien jaar werk aan zit. Onderzoek, maar ook er moeten deuren geopend worden van andere musea. Wil jij een duur schilderij of iets lenen van een ander museum, moet vaak toch even de directeur er langs gaan om de handjes te schudden. En dan maak je ook afspraken met elkaar. Hé, als wij dat aan jullie uitlenen, dan kunnen wij dan dat van jullie lenen. Want het heeft heel veel met vertrouwen te maken. En dan heb je het nog niet eens over de kosten. Zo wil ik nog eens even een verhaaltje vertellen uit inderdaad. Hiervoor zat ik natuurlijk in het Tassenmuseum. En wij hadden ook niet zo'n groot budget. Ik praat over €25.000. Voor Almeloze begrippen in het Stadsmuseum heel veel. Maar voor een groot museum als het Tassenmuseum of een middelgroot museum niet zoveel. En we hadden aan de tentoonstelling Koninklijke Tassen. Nou, je moet je voorstellen, dat gaat dan met die koningshuizen. Dus dat moet vaak via allemaal officiële wegen.
En dus dan moet dan een kunsttransport komen. En dan praat je al over honderden euro's om een tas uit Monaco, Wenen, weet ik wat te krijgen. Dan moet er vaak iemand meereizen. Een conservator die gaat pas de doos die hier dan in het museum aankomt, gaat dan weer controleren of er niks kapot is gegaan. Die pakt het uit, die zet het in de vitrine. Dan moet de vitrine op slot waar die dan geen bij is. En als je pech hebt, wil die ook nog in een luxe hotel met een fitnessruimte erbij. Weet je? Dat soort eisen worden er gewoon gesteld. Het is, maar ik had dan nog wel een hele leuke anekdote. We hadden toen ook inderdaad de koningshuizen aangeschreven. En we waren heel blij dat het Nederlandse koningshuis iets uitleende. Maar er was wel iets heel leuks. Toen schreven we ook de Engelse koningin aan. Dus ik ga een brief sturen, heel officieel. Ik had er een klein zinnetje bij gezet dat het Nederlands Koningshuis meewerkte. Mocht officieel, geloof ik niet, maar oké. Ik denk toch doen. En toen kreeg ik een telefoontje van de privésecretaris van koningin Elisabeth van Engeland. En ik dacht, nou, ik moet allerlei kunsttransporten regelen. Want ze zei meteen, we gaan een paar tassen uitlenen van koningin Elisabeth. En toen zei ik, hoe zullen we dat dan regelen? Moet ik een kunsttransport? Toen zegt ze, pardon, een kunsttransport? Het gaat gewoon via de koninklijke post, de Royal Post. Ik zeg, oh, ja, u krijgt binnenkort over de volgende 10 dagen een pakketje. En daar zitten die tassen in. En toen zei ik nog heel dom, hoe stuur ik dan die tassen terug? Toen zegt ze, met de Royal Post, of course. En toen dacht ik ook nog heel dom, welk adres? Buckingham Palace, of course. Nou, zo is het echt letterlijk gegaan. Dus dat is wel heel grappig, dus sommige musea doen heel ingewikkeld en de Engelse koningin gewoon op de post doen. Maar het geeft me even aan, weet je, het is even een leuke anekdote om aan te geven hoe best lastig het is om tentoonstelling te maken. En, nou, en daar zitten natuurlijk heel veel leuke kanten aan inderdaad, als je op reis mag. Maar als kleine stadsmuseum doen we het op een andere manier. Wij kijken heel erg ook naar verzamelaars, want vaak zitten daar ook vaak heel veel juweeltjes. En bij verzamelaars kom je wat makkelijker binnen. En we werken graag met de musea in de regio, hè? Zoals met de museumfabriek, die wat dat betreft inderdaad als collega's gewoon je heel mooi makkelijke dingen uitleent. Zowel wij aan hun als zij aan ons. Ja, we zijn weer terug bij de ingang en ik dank u wel voor het luisteren en ik hoop u natuurlijk heel graag in het Stadsmuseum te zien bij de Barbie-expositie, maar helaas zijn we nog even gesloten natuurlijk, dus, maar we hebben hem verlengd tot eind mei en anders van de zomer met de textieltentoonstelling of in het najaar de sneaker-tentoonstelling die samengesteld wordt door een aantal vrijwilligers uit ons museum, want ja, zonder die vrijwilligers kunnen we het allemaal niet doen. En dus ik kom van harte welkom dat u komt genieten van ons museum.